We zijn vandaag op locatie van een heuse filmset, op een hele bijzondere locatie. En we zitten hier aan tafel onder andere met de regisseur van deze film. Gerard, vertel eens, wat zitten we op een bijzondere locatie? Vertel even. Nou, Erve Pasman, een hele oude boerderij, al heel lang geleden vernoemd. Nog steeds in dezelfde staat zoals de laatste bewoner hem achtergelaten heeft. En is zeer uniek, heb ik begrepen, want je vindt geen tweede locatie zoals dit in Nederland. Even kijkend naar de cameraploeg, hoe bijzonder is het om op deze locatie dan ook te mogen filmen? Ja, heel bijzonder. Ja. Ik ben samen met mijn geluidsman een tijdje geleden hier geweest om... om even rond te kijken, zeg maar, hè, wat de mogelijkheden zijn. En goed, de regie had al aangegeven om hier graag te gaan filmen. En wij waren er ook direct over uit dat dit een fantastische locatie is. En ook qua beeld en geluid en in de omgeving. En ja, ook met name binnen. Hè, alles is uit de jaren 50. Dus ja, fantastisch. Ervaren effect op Petra. Ja. Ik film dit zo. Ja. En John doet het geluid van die kant. Ja. En Petra kan hier gewoon binnenkomen. Die kan dit ding optillen. Dit moet naar onderen, zeg maar. Ja, dit is een schuif die kan ze naar onderen drukken. Ja. Dat heb ik een schaduw. Bijna een nauwe schaduw voor jou van de lamp. Ik kan mij voorstellen dat er heel wat voorbereidingstijd in gaat zitten om gewoon een speelfilm te kunnen, nou ja, om daarin mee te kunnen doen. Kan je me daar eens iets meer over vertellen? Nou ja, op zijn minst moet je je inleven in je rol. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, nog belangrijker dan de tekstvastheid. Je moet eigenlijk het gevoel hebben dat je leeft waar je gefilmd wordt. En degene ook speelt zoals natuurlijk gedrag en zo. Het is dus anders dan toneelspelen. En dat is voor velen van ons wel even wennen. Ja. Maar goed, de regisseurs en, die helpen ons daar erg goed mee, dankjewel. Dankjewel. Om ons daar toch in thuis te voelen. Ko, dat spinnenwiel niet wat verplaatsen, zodat de stoel als het ware natuurlijk tegen de muur staat. Want dat is, en dat je hem bijpakt, want het moet te weinig gedrapeerd zijn. Want anders is het alsof het al een opstelling is voor wat er gaat gebeuren. Zo, kom maar witter. Ja, ja. Ja, wij kunnen daar, ik kan niet zo hoog en ik kan het niet zo breed bij omdat met dat ding zit. Dus ik moet eigenlijk, ik wil wel een totaalshot, hè. Eigenlijk is dat je de tekst eigenlijk al aan de klom staat, dat je dan ook de tekst zegt. Dus niet veel naar voren komen, maar... En dan langs elkaar heen lopen. Gerard, kan jij mij even meenemen in het verhaal van deze film? Kun jij een tipje van de sluier oplichten? Het is het verhaal Teuntje. Het speelt eigenlijk eind 1949, moet ik zeggen. Een jongeman die blind geboren is, het verschil tussen arm en rijk wordt hier heel duidelijk neergezet. Een familiegeheim wordt onthuld en de rest laat ik aan de kijker over, want anders dan ga ik te veel vertellen. Zeker, ha, meester binnen, we hebben er binnen. Teuntje zit wel in de kast. Ja,